is gevallen. Er was geen ruimte achter de auto voor Let It Be Petnik, maar de start gaat wel door. Binnenkant King Fanatic goed begonnen. Aan de buitenkant komt de favoriet al vast, Bo Castor. En die gaat als eerste op weg naar de eerste bocht. Uitgeschakeld nummer 1 en uitgeschakeld nummer 9, beide galop. 1 en 9, beide eruit in de eerste meters. En een kleine aanrijding waarbij Let It Be Petnik bleef hangen aan de kar van Hypnotic Smart. Die heeft dat terrein verloren en zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde opzoeken. Vastebo Castor leidt daar. Op de tweede plaats daarachter ligt King Fanatic. Dan Moonshine Meadow, zomaar een galopade daarachter aan de relingzijde. Maar dat was Veld en Principessa, die was er al uit. Is gepasseerd inmiddels door Kiekeboe. Komt een aanval aan de buitenzijde van Moonshine Meadow op de leider. 13-6 is de opening en Moonshine Meadow wil eigenlijk alleen positie verbeteren. Dat doet hij nu ook. Gaat naar plek 2 en zoekt de reling nu op. Ze gaan de paarden de volgende bocht in. Vastebo Castor, Moonshine Meadow. Dan een tijdje niets. Daarachter ligt King Fanatic. Daarachter ligt Kiekeboe. Buitenkant komt Colk P naar voren. En daarachter aan de relingzijde volgt Sjaak Straven met Jort. Dat zijn de paarden die nog in de race zijn, 6 stuks. En zo komen ze de rechte lijn voor de tribune in met Vastebo Castor aan kop. Vastebo Castor, Colt P nu op weg naar voren. Jort gaat achter hem aan en zo zijn ze in de rechte lijn voor de tribune. Vastebo Castor, Moonshine Meadow. Dan Colt P aan de buitenkant, King Fanatic aan de binnenkant. Kiekeboe gaat naar het tweede spoor, 15-7 de tweede 500 meter. Jort ligt daar vlak achter en op weg naar aansluiting, hij is er alweer bijna, is Let It Be Petnik. Zo gaan ze de laatste 900 meter in, op weg naar de Z-Turf bocht. En de leiding is in handen van Vastebo Castor. Buitenkant Colt P. Daarachter ligt Moonshine Meadow er heel mooi in. Kiekeboe ook aan de buitenkant. Jort ligt daar vlak achter. Aan de relingzijde ligt King Fanatic. En weer bijna aangesloten is Let It Be Petnik. Paarden voor de laatste keer in de rechterlijn overzijde. En hij gaat lekker aan het bit. Hij gaat vrolijk door, Vastebo Castor. Lengtevoorsprong heeft hij. Bollema kijkt even naar achteren. Even kijken wie er komt. Driedik wordt nu de aanval geopend door Jort. Kiekeboe vangt hem op. Jort moet vierdik. 16-5 de tussentijd. Galopade daar van mispassen van Kiekeboe. Die ging weer terug naar binnen. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. En de voorste twee nemen nu afstand. Ook Colt P heeft moeilijkheden. Die valt terug. Halverwege de Tjarda bocht leidt Vastebo Castor. Moonshine Meadow aan de buitenkant schuin daarnaast. Dit duel hebben we al eens gehad. En toen won Vastebo Castor voor Moonshine Meadow. Die wel heel dichtbij kwam. Dat duel gaan we nu weer krijgen. Kiekeboe ligt op plaats 3. Paard in de laatste rechte lijn. Vastebo Castor versnelt. Vastebo Castor heeft de lengte. Mollema controleert en gaat nu het dichttrekhoofdstel dicht doen. Heeft hij gedaan en er komt nog een versnelling aan. Dan gaat hij hem ook winnen. Go baby! Go, go, go! Vastebo Castor, de eerste winnaar. Moonshine Meadow, goede tweede. En erachter op plaats 3 komt nu binnen. Kiekeboe, vierde. En die heeft hard gelopen. Let It Be Petnik. 14-8 voor de winnaar.